Wil jij betere reisfoto's maken? In deze video vertel ik je alles over reisfotografie, dus blijf kijken. Hoi, ik ben Sjoerd Braquet en ik ben reisfotograaf. Vandaag neem ik jullie mee met twee foto's die ik heb genomen om jullie meer te leren over reisfotografie. Hoe kom ik tot mijn foto's? Welke gear gebruik ik? Ik ga het jullie vertellen en ik hoop dat ik jullie genoeg tips geef om zelf ook betere reisfoto's te gaan maken. Misschien is het leuk om eerst te vertellen hoe ik doorgaans mijn locaties vind. Want op reis heb je zoveel mooie plekken, maar welke plekken ga jij nou vastleggen? Ik zoek doorgaans op social media, Instagram is echt de plek waar ik heel veel van mijn locaties vind. Door middels van door hashtags scrollen, locaties scrollen, verschillende pagina's kijken. Maar ik kom natuurlijk ook wel eens op plekken die minder bekend zijn. Wat doe ik dan? Google is je grootste vriend. Google Maps kun je zelfs op satellietbeelden kijken. Of vraag het simpelweg de lokale bevolking. Wie weet nou beter waar de mooie plekken te vinden zijn dan de lokale bevolking? Ik heb dit meerdere malen gehad en kwam op de mooiste plekken uit die sommige mensen nog nooit hadden gezien. Hoe gaaf is dat? In dit geval was ik in Madeira. Deze foto hier is van Alforest en heeft nogal wat moeite gekost. Dat is dan ook wat ik wil benadrukken bij deze foto. Namelijk dat een foto soms ontzettend veel effort kost voordat je hem hebt. Van Alforest is een prachtig bos op een helling, op een berg, waar als je geluk hebt, mist hangt. En mist maakt deze locatie. Helaas ben ik 6 keer erheen gegaan zonder geluk en was het een compleet heldere dag met blauwe lucht. Dat maakt niet de mooie foto die ik voor ogen had. Ik had deze foto al ontzettend lang voor ogen en wilde heel graag deze foto vastleggen. Maar ben er eigenlijk heen gegaan zonder geluk. Wat deed ik dan wel, want dat is iets belangrijks wat ik wil meegeven, is dat ik me ben gaan voorbereiden. Ik ben gaan zoeken naar welke bomen zijn mooi, welke bomen zijn echt impressive op een foto. Wanneer je deze met mist kon vastleggen. Welke lens ga ik gebruiken? Pak ik een zoomlens? Pak ik de wide angle? Ik heb eigenlijk alles al voorbereid en uitgedacht voor het moment dat ik daar wel zou komen. Ik heb namelijk vaker gehoord als je daar bent tijdens mist, kan het keihard regenen. En heb je misschien soms maar enkele minuten om die foto te maken zoals jij hem voor ogen hebt. Gelukkig toen ik er was, had ik wel wat meer de tijd. Maar ik had wel heel goed voor ogen wat ik met die foto wilde bereiken. Ik was er samen met mijn broers en ik heb mijn broertje op de juiste plek gezet om de foto net wat meer te geven. Zodat je net wat meer krijgt te zien hoe groot deze bomen zijn, hoe mysterieus het is als je daar rondloopt. En dat je mensen echt het gevoel geeft van joh, als ik daar loop, hoe gaaf is dat? Dit ziet er zo uit als ik daar loop. Ja, dat is wat ik eigenlijk altijd wil meegeven met foto's. Dat je niet alleen de locatie laat zien, maar vooral mensen laat zien. Of laat inbeelden hoe het zou zijn als ze daar zijn. Qua lensgebruik, ik heb dus gekozen voor de 1535. Een wide angle is denk ik in dit geval gewoon het gaafst. Dicht bij de boom gaan staan, volledig wide schieten. En echt die grootsheid van die boom vastleggen. En doordat het mistig was, zie je wat beter de gelaagdheid in het bos. En dat geeft denk ik de mysterieuze sfeer waar ik naar zocht op dat moment. Je ziet dus dat effort echt een belangrijk onderdeel is. Ga jij 7 keer terug naar een locatie om de juiste foto te maken? Of laat je het bij die ene keer zitten en zeg je, ja, pech gehad, dat was hem dan. Als fotograaf is het soms niet anders. Moet je voor een sunrise uit bed, moet je tijdens het eten de sunset vastleggen? Of in dit geval telkens weer een uur rijden vanuit Funchal. Na Van Alforest, wat echt niet de meest leuke weg is om te rijden. Zeker niet als jij niet terugkomt met de foto die je wilde hebben. Ik denk dat dat een key takeaway kan zijn, zeker als we het hebben dus over deze foto, dat doorzettingsvermogen heel belangrijk is. En hoe ik nou precies tot deze foto kwam en waarom ik deze foto heb gekozen, is eigenlijk omdat ik hierbij echt het gevoel kreeg van wow, die boom is giga groot. Mijn broertje staat op de juiste plek en ondanks dat daar best wel veel bomen staan, vind ik de foto nog vrij clean. Want dat is eigenlijk iets wat ik best wel moeilijk vind in bossen doorgaans, dat je letterlijk door de bomen het bos niet meer ziet. Je hebt
echt wel een hoop vrij drukke bomen daar staan. En de mist helpt natuurlijk al dat je foto wat minder druk wordt. Maar dan nog die ene boom pakken die laat zien hoe jij het, ja, het landschap het mooist vindt. Plus dan het onderwerp die ik plaats, wat in dit geval mijn broertje is, maakte deze foto eigenlijk mijn favoriet. Wat ik daarna nog heb gedaan na de foto, want hij is eigenlijk nooit rechtstreeks af, dan ga ik hem editen. En ik heb gekozen om de edit iets meer blauw te maken. Omdat ik, nou ja, dat, ik vind blauw een beetje de kleur van mysterieusheid, zeker als het om mist gaat. En de voorgrond heb ik wat donkerder gemaakt, omdat ik vind dat je oog wat meer moet leiden naar uiteindelijk mijn broertje. En nou ja, de boom is het hoofdonderwerp natuurlijk, mijn broertje die is het bijonderwerp. En dan met het blauw, de combinatie van het blauw maakt denk ik uiteindelijk de mysterieuze foto die ik zocht. Wat zijn de momenten dat ik het vaakst fotografeer? Dat zijn sunset en sunrise. Wellicht dat jullie dat al wel weten, maar qua licht zijn dat gewoon de mooiste omstandigheden om op pad te gaan. En in dit specifieke geval is dat ook zo. En dan kom ik ook weer even terug op het onderwerp effort. Dit kostte effort. Namelijk geen kabelbaan om die tijd, oftewel lopen. Om 3:00 s'nachts ging de wekker en gingen wij lopen met een hoofdlampje op, midden in de nacht, pikdonker, om uiteindelijk op de juiste locatie te staan voor deze foto. Ik had deze al helemaal voor ogen, wist donders goed hoe ik hem wilde nemen. Maar goed, daar was nog wel wat voor nodig. Je gaat omhoog, je weet nu niet of het weer juist gaat zijn. Je weet niet of dat zonnetje tevoorschijn piept. Maar gelukkig heeft alle inspanning uiteindelijk opgeleverd. We kwamen boven, we hebben gewacht op het zonnetje en hoopten dat die zon uiteindelijk die helling zou belichten en een mooie voorgrond zou kunnen creëren met bloemen of gras. Dat is wat je ziet. Ik heb uiteindelijk voor het gras gekozen, want dat lichtte zo mooi op door dat zonnetje, waardoor je extra veel diepte krijgt in die foto. Zoals je ziet, ergens op deze helling zie je een persoon lopen en die persoon die geeft voor mij echt aan hoe immens die bergen zijn. Het is vaak heel moeilijk om op een foto te duiden hoe groot bergen zijn, hoe hoog iets is, maar door een persoon erin te verwerken ziet men meteen hoe dit in het echt zal zijn. Daarbij verplaatst men zich dus weer in die foto en zullen ze misschien het gevoel krijgen van ah, wat gaaf als ik daar loop. Nou, dat zei ik over de vorige foto ook al en dus ook bij deze. Ik vind het belangrijk dat mensen zich verplaatsen in het moment. Ik denk dat dat heel erg aanspreekt in een foto. Meer dan wanneer er niemand zou lopen en het gewoon een foto van een berg zou zijn. En ik denk dat het ook wel leuk is om te vertellen dat ik eigenlijk nooit een statief gebruik. Of in ieder geval vrijwel nooit. Ik denk dat dat voor mij wat meer vrijheid geeft. Ik heb het gevoel dat als ik een statief gebruik, dat ik ga voor die ene perfecte foto. Terwijl dat als ik hem altijd in mijn hand heb, ik noem het altijd een beetje run-and-gun fotografie en rondrennen, dan heb ik zoveel verschillende mogelijkheden qua vanuit laag, vanuit hoog, dit voorgrondje, dat voorgrondje en dat allemaal op het moment suprême wanneer die zon net over die berg heen komt. Op deze manier ben ik gewoon heel gevarieerd bezig en kom ik tot meerdere verschillende foto's en dan heb ik na de rand wat meer keuze in welke ik uiteindelijk ga kiezen. Deze foto is het geworden. Ik denk dat de voorgrond er perfect uitkwam, in ieder geval zoals ik het voor ogen had. De nabewerking hiervan is eigenlijk best wel makkelijk geweest. Ik heb wat contrast toegevoegd en misschien de kleuren wat meer eruit laten komen. Maar that's it. Dus soms valt het best wel mee wat een foto nodig heeft. Ik heb jullie zojuist twee van mijn foto's laten zien en ik ga jullie nu laten zien met welke camera's ik deze heb genomen. Dit zijn de camera's die ik nu gebruik. Te beginnen met de R5, de full-frame camera. 45 megapixel, ontzettend snelle autofocus, veel frames per seconde en ook nog eens super goed in filmen. Voor mij eigenlijk alles wat ik nodig heb op reis. Ik hou ervan dat die megapixels er zijn, want dan kan ik na de rand zoveel kroppen. Het geeft me ontzettend veel vrijheid in mijn composities. Ik neem foto's vaak wat ruimer, kan daarna de precieze compositie nog bepalen. Of ik zoom maximaal in en kan daarna naar de rand nog kroppen, waardoor ik net wat dichterbij kan komen. De autofocus is voor mij ook heel belangrijk, want als ik dieren fotografeer, ik ben in Afrika, of als ik mensen fotografeer in een stad, de eye tracking is belachelijk goed en helpt me ontzettend om tot de juiste foto te komen. Dus dat betreft de camera. Dan zie je hier drie lenzen staan. Ik heb meer dan deze drie lenzen alleen. Maar het is de 15-35, het is de 50 en de 70-200 zit op de camera. En eigenlijk ben ik met dit setje al heel erg tevreden.
De 50 gebruik ik doorgaans voor wanneer het ontzettend donker is of wanneer ik portretten ga maken. De 70-200 om echt tot die compressie te komen van landschappen of wanneer ik dieren ga fotograferen. En de 15-35 wanneer ik op locaties kom waarbij ik echt die wide angle nodig ga hebben. Denk aan grootse landschappen, maar ook aan steden bijvoorbeeld. Daar komt die ontzettend van pas. Ik heb daarnaast nog meer lenzen, maar eigenlijk kan ik het hiermee allemaal al aan. Als tweede camera heb ik de RP. Dit is eigenlijk altijd mijn eerste camera geweest voordat ik de R5 had. Wat misschien ook wel aangeeft dat het niet altijd nodig is om de duurste camera te gebruiken. Je ziet hier op de lens, de 2405, als super veelzijdige lens. Toen ik op reis was, heb ik misschien wel 90% van de foto's met deze lens genomen. En alles met deze camera en ik heb nooit het gevoel gehad dat ik echt tekort kwam. Natuurlijk zijn er dingen misschien niet helemaal hetzelfde. Denk aan de snelheid van de autofocus of de cropmogelijkheden naar de rand vanwege het aantal megapixel. Maar als instapper voor een full-frame camera is dit meer dan goed. Ik denk dat de enthousiaste hobbyfotografen hier meer dan genoeg aan zullen hebben. En dat je echt niet zomaar die stap hoeft te zetten naar de R5. Nu heb ik je zojuist de foto's laten zien en ook de gear laten zien die ik gebruik. Dus even een korte recap over wat ik allemaal heb verteld. Ik denk dat een van de key takeaways is dat je effort moet steken in een foto. Moeite moet doen. Dus ga een aantal keer terug wanneer het niet is gelukt. Of loop omhoog midden in de nacht om tijdens sunrise op de plek te staan. Ik denk dat dat een hele belangrijke is en eentje die ik in ieder geval veel toepas. Daarnaast is het denk ik belangrijk dat je gebruik maakt van elementen in je foto's. Ik heb bij de ene foto een voorgrond gebruikt, bij de andere foto een persoon gebruikt om wat meer te kunnen inleven in de foto wanneer je ernaar kijkt. Maar ook om te laten zien hoe groot het landschap is wanneer je een heel klein persoon voor die bergen zet. Ik denk dat dat heel erg tot de verbeelding kan spreken. Daarnaast is het leuk om te proberen om niet met een statief aan de gang te gaan. Het is iets wat ik eigenlijk vermijd. En daarmee kun je net wat meer variaties aanbrengen in je foto's in korte tijd. Tot slot wil ik aangeven dat dit foto's zijn uit een serie. Dus ik heb nu twee foto's uitgekozen, maar ik vind het als reisfotograaf juist belangrijk om de reis vast te leggen. Dus niet alleen de bestemming, maar ook de reizen naartoe. En ook de details die je daar ziet. De boom is prachtig, de berg is prachtig, maar het bloemetje in het gras of een bepaalde tak als close-up kan ook heel mooi zijn. Of de mensen die er ook waren, de plek waar je sliep. Ik denk dat je kan focussen op het verhaal in plaats van op echt die ene mooie foto. En als dat je lukt, dan heb je denk ik een ontzettend mooie verhaal van je reis. Daarbij gaf ik al aan dat het niet altijd nodig is om de duurste camera te gebruiken. Dit wil ik nog eenmaal benadrukken, want dat zijn de vragen die ik het vaakste krijg. Welke gear gebruik jij? Focus minder op je gear. Ik denk dat je met alle camera's een goede foto kan maken en niet altijd de duurste nodig hebt. En ik ben met de instap fullframe, de RP, een heel eind gekomen, dus dat kunnen jullie ook. Ik hoop dat mijn tips je hebben geholpen om betere reisfoto's te gaan maken. Heb je nog vragen? Stel ze dan zeker in de reacties. Deze video is onderdeel van de Canon Talks Masterclass Series. Dat betekent dat er nog meer video's zijn en nog veel meer inspiratie. Veel plezier en veel succes. Dankjewel.